nature of this program, listener discretion is advised. Gewoon 1,2 meter megapixels. Zo jongens, we zijn hier een voorbouw van de Mega Race 2002. Wij zijn de vader en moeder van George. Thank you.
Thank you.
Twins! Genius, I mean this. I shape this, you'll take this. I'm kind of famous. Thank you.
Dart. Ze hebben de Dart Twins, DGN Mega Rave Records en we zijn net klaar en net opgetreden live. Art. Ja, wanneer ja? Ja, was goed hoor. Tof. Ja? Strak publiek. Leuk publiek. Hartstikke tof. En nou, wat voor muziek luister je zelf? Ja, alles. No styles, no boundaries, als het maar hardcore is. Ja, precies. Hardcore, drum bass, garage, hardcore. Thank you.
some for you, bitch. Did he put an alien inside of him? Y'all put it in, Mark, put it in. It's a really nasty one. What the fuck is that? Sluchtgestand was dat in Rotterdam. Dat was natuurlijk wel een beetje leuk tevreden. Ja, dat is wel dus het was buiten en heel groot en verschillende tenten. En dat, ja, zo, ja, die tijd komt toen niet meer terug, maar dat was... Samen met Theo nog, of niet? Met Theo. Ik weet niet, toen draaide ik nog niet. Toen draaide ik nog eens eigen discotheekje en wist ik volgens mij nog niet eens wat hardcore was, maar... Nee, voor zo'n muziek had je zelf? Nou ja, hardcore in alle vormen. Dus hardcore house, dus gauw, hè. Maar ook hardcore rockmuziek, dus Sissel van Duin vind ik heel goed, Linkin Park, dat soort dingen. Ja, allemaal een beetje stoere muziek. Maar speel je nog wel dat je een kakkelman maakt
Ik vind het op zich heel leuk dat een discotheek zo'n groot bed heeft eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Interview van mij staat er heel toevallig en ik zie een agenda waar ik met de back to basic ook sta. Als thrillseeker, hardcore, takeover. En ze. Wamming eardrums, like a champions. Zoals altijd, meestal in Zuid-Limburg, is altijd